Hey, welkom. Leuk dat je kijkt. Ik ga je vier belangrijke oefeningen geven wanneer jij wakker wordt met doffe slapende handen. Dus zijn ze dus dof of tintelend? Doe met mij mee. Deze vier oefeningen zijn even belangrijk, dus kijk vooral ook tot het eind. Waarmee we gaan beginnen is de oefening waarbij de duim en de vinger naar elkaar toe gaan. We draaien hem om en vanaf hier voelen we direct naar die pinkregio. Dus wat we doen is, we gaan die zenuwen, die gaan we extra rekken. We gaan meer ruimte creëren, waardoor er minder snel een slapend gevoel in die hand komt. Dus doe met me mee, we doen er 5. En wat heel belangrijk is, is in dit geval doen we alsof we de rechterhand hebben waar we last van hebben. Maar we controleren ook altijd even die andere kant. Vaak merk je dat je aan de kant waar je geen slapende vingers hebt of tintelende vingers, dat je ook veel makkelijker deze beweging maakt. Dat er minder rek is, dus er is al meer lengte in die regio. Maar het is altijd interessant om even te kijken of er verschil is rechts, links. Dat is de oefening 1. De tweede oefening is dat we de hand naar achteren brengen en de arm. En met die andere brengen we die elleboog nog verder naar achteren. Dus zijwaarts gezien, we gaan niet je rug helemaal hol maken, we blijven gewoon rechtop staan. En we rekken die arm naar achteren. Hierbij voel je die rek ook hierachter. En die rek houden we eventjes zo'n 10 seconden vast. En ook hier is het weer leuk om te kijken wat is het verschil rechts, links. Waarschijnlijk kom je met de ene kant verder dan met de andere kant. En op deze rek houden we even 5 seconden vast. Oké, hartstikke goed. En gaan we door naar de volgende. De volgende oefening is dat we rek aanbrengen in die schouderregio. Dus ga bij een deur staan of bij een muur. En vanaf hier brengen we die arm. We draaien ons lichaam in de rek. Dus voelen we die rek wat meer aan de voorkant. Dus op deze manier rekken we peesweefsel, maar vooral ook zenuwweefsel. Want die tinteling en het dof gevoel, dat komt omdat er een zenuw dan een beetje wordt geklemd. Waardoor je die tintelingen krijgt. Dat is net zoals je telefoonbordje als je die stoot. Hè? Dus dat is een zenuw die hier tussen loopt. En dan krijg je ook die schokbeweging en die tintelingen. Soms dat is een beetje een dof gevoel. Oké, deze rek houden we ook zo'n 10 seconden vast. Mag langer. Als jij voelt dat die rek wat afneemt, probeer wat meer in te draaien nog. En ook hier geldt, kijk ook met de andere kant hoe die rek is. Gaat de ene kant makkelijker dan de andere kant? Dan geeft je meteen informatie dat je weet de kant waar je klachten hebt. Als je daarop wat strakker en stijver bent, kan dat een oorzaak van jouw klachten zijn. Oké, gaan we naar de laatste oefening. We gaan bij de muur staan en vanaf hier zakken we helemaal in. Het is de whole ball oefening. Je kan hem ook op de grond doen. Maar nu we toch met staande oefeningen bezig zijn, gaan we net zo goed verder in staande positie. Dus we maken de rug helemaal hol, 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 hol. Zak naar binnen. En weer helemaal bol. Hiermee creëren we wat meer ruimte in die bovenrug. Wat er ook voor zorgt dat er een verbeterde doorbloeding en meer ruimte in die zenuwregio gecreëerd wordt. Okay, netjes. Doen we ook 5 keer. Oké, gooi je schouders even los. Merk of je al verschil hebt. Je kan de oefeningen weer herhalen. En gelijk ook ervaren, hey, merk ik al verschil. Doe dit voor het slapen gaan of eventueel ook als je wakker wordt. En voordat je het weet, merk je dat je niet meer met tintelen en dove vingers wakker wordt. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring. Laat vooral een comment achter. En zie ik je bij de volgende video. En voordat ik het vergeet, vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Zo stimuleer je mij op weg naar meer kennisdeling en informatie voor een breed publiek beschikbaar te hebben. Dus hoop je bij de volgende video te zien.